Kinderen willen van nature bewegen. Bewegen om hun omgeving te verkennen en bewegen om te leren. Dat gaat niet altijd vanzelfsprekend goed. Door erfelijke aandoeningen, problemen tijdens de zwangerschap of bij de geboorte, of door infecties of ongevallen, kan een kind achterraken op de ontwikkeling van spieren en gewrichten. Of op de aanleg van het besturingssysteem van het zenuwstelsel en de hersenen. Met als gevolg dat het kind niet meer kan meedoen met vriendjes of vriendinnetjes op school of bij sport. Merkt u dat uw kind problemen heeft met het natuurlijk bewegen? Raadpleeg dan een kinderfysiotherapeut. Die is opgeleid om bijzondere aandacht te geven aan deze motorische ontwikkeling van het kind. U kunt heel eenvoudig en zonder verwijzing van uw huisarts direct contact leggen met Fysio Capelle via de telefoon, onze website of per e-mail om een afspraak voor een beoordeling van de motoriek van uw kind te laten maken. De kinderfysiotherapeut neemt in de spreekkamer, bij u thuis of op school ruim de tijd om uw kind te beoordelen op houding en beweging en rapporteert dat aan u en indien gewenst ook aan uw huisarts. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld met wekelijkse afspraken en doelstellingen die regelmatig met u doorgesproken worden en waar u vaak zelf ook een rol in speelt. Zo nodig worden ook de leerkrachten en andere hulpverleners betrokken bij het behandelplan. De kosten van de consulten worden vergoed door alle zorgverzekeraars. Begin vandaag nog met het stimuleren van het natuurlijk herstel van uw kind, zodat uw kind weer zo goed en snel als mogelijk kan deelnemen aan school en sport en spel.